Kan u mij vertellen wat er gaat gebeuren hier vandaag? Ja, we zijn bij de gemeente aan het nadenken over onze mobiliteitsvisie. Dus hoe verplaatsen we ons nou van A naar B binnen Hengelo? Niet alleen nu, maar ook over 20, 30, 40 jaar. Dan denk ik, ja, wie kunnen we dat nou beter vragen dan de mensen die zich dan in onze stad gaan bewegen? Dat zijn natuurlijk jongeren. Dus ik heb aan het Bataafse Lyceum gevraagd om mij daar eens over te vertellen. Wat vinden zij nou concreet wat we kunnen verbeteren voor de toekomst? De masterclass heeft 32 leerlingen en die zijn opgedeeld in groepjes van 4 leerlingen per groepje. Dus we hebben nu net voor de pauze 4 groepen gehad en nu na de pauze ook weer 4 groepen. Wij hebben zojuist een presentatie gegeven over het mobiliteitsplan. Dat gaat over hoe de toekomst van infrastructuur is in Hengelo. En daar moesten wij een presentatie over geven, gebaseerd op een bepaalde route waar we het over gingen hebben en hoe we zouden bewegen over die route. Was je daar voorheen mee bezig, mobiliteit? Niet echt. Ik wist wel dat er rekening mee werd gehouden, maar niet dat er zoveel achter zat. Wat ontbreekt er aan Hengelo qua mobiliteit? Nou, ik vind eigenlijk wel dat het centrum, het is niet echt heel erg gezellig of zo, dat met de auto's en zo. En het is nog wel erg vervuilend qua voertuigen, dus daar moeten we ook nog veranderingen in doen. Ik denk sowieso dat er minder auto's kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat het een stuk handiger zou zijn als we bijvoorbeeld verschillende onderdelen van Hengelo zouden opbreken in plekken waar er minder auto's zijn en we dus daarbij de plekken waar auto's rijden en de plekken waar die zijn voor mensen kunnen opbreken. Wat grappig was om te zien dat sommige leerlingen heel kleinschalig denken van nou, die oversteekplaats die moet anders of dat bord moet anders of we missen daar een spiegel. Dat is dus het kleinschalig denken wat je misschien op korte termijn kunt aanpassen. En het hele futuristische, ja, dat is wel heel ver weg. De kunst is nu eigenlijk, en dat is wat we vragen van de leerlingen, hoe komen we van dat we van nu naar het hele futuristische gaan, hoe komen we daar? Nou, ik hoorde net iets over een loopband tussen Enschede en Hengelo. Dat vind ik, aan de ene kant vind ik het heel spannend, want ja, hoe gaat dat er dan echt uitzien? En aan de andere kant denk ik, ja, we kunnen dus ook zo nadenken, we hebben eigenlijk helemaal geen auto's meer nodig, maar we kunnen eigenlijk andere dingen doen terwijl we ons aan het bewegen zijn. Heeft u nog iets wat u hoopt dat de leerlingen meemaken of meenemen naar dit gesprek? Nou, dat ik het belangrijk vind dat zij meedoen. Als het gaat over verkeer, maar ook gewoon in de stad. Dus dat hun stem gehoord wordt daarin, dat vind ik echt heel erg belangrijk.